Hallo lieve kijkers, welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, het is zondagochtend en een regenachtige ochtend. Dus ik dacht, wat ga ik voor ontbijt of tussendoor maken? Nou, gisteren was ik bij de groenteboer geweest. Ik heb appels gehaald, bananen gehaald en allerlei groenten en fruit. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga banaan-appel-pannenkoekjes maken. Met kaneel, met lijnzaad en met zonnepitjes. Dus ik heb er super trek in. En ik dacht, ik ga dat met jullie delen. Wat heb je nodig? 1 appel ga ik gebruiken. 1 geprakte banaan. Havermoutvlokken. Die ga ik straks malen. Zonnepitjes en pompoenpitjes. En lijnzaad in plaats van ei. Goed, ik pak mijn koffiemolen tevoorschijn, want ik ga malen. Ik ga ongeveer 1 kop havermout doen. Havermoutvlokjes. En die ga ik malen. Zo. Mag natuurlijk meer of minder. Kijk maar. Het is gelukt. 1 kop, 1 derde kop lijnzaad, die doe ik als eivervanger. Je mag deze lijnzaad ook malen, dit is gebroken lijnzaad, maar ik laat het lekker zo, beetje knapperig. Voilà. 1 theelepeltje baking soda en 1 eetlepel citroensap voor de baking soda. Goed, deze zet ik dan aan de kant. Ik ga mijn appel schillen en de banaan schillen. Goed, de banaan zet ik even aan de kant. En dan ga ik blokjes snijden van de appel. Heel simpel. Je mag ze fijn, je mag ze grof, wat je wil. Goed, deze zet ik aan de kant. Daarna prak ik de bananen. En voilà. Zet ik even aan de kant. Goed, volgende stap. Een halve kop havermelk. Een halve kop tot een kop. En voilà. Nog een halve kop. Dat wordt dus 1 kop. Een theelepel kaneel. Ceylonkaneel. Ceylonkaneel is namelijk het beste. Niet de gewone kaneel, maar de Ceylonkaneel. Het is namelijk puur van Jacob Hooy. Beetje dat heerlijke kaneelachtige smaak. Appel en banaan en kaneel is echt een fantastische combinatie. Goed, ik ga verder met een lepel. Doe ik de banaanprak erin, de banaanpuree. Appeltjes, 1 vierde kop pompoenzaadjes en zonnepittenzaadjes. Dan ga ik het zoeten met xylitol zoetstof, ongeveer 1 theelepeltje. Er zit al zoetigheid in van de banaan. Beetje combineren met zeezout, niet te veel. En dan ga ik met de lepel mengen tot 1 geheel. Het ruikt super lekker dit.
fantastisch. Dit wordt echt lekker. Dit gaat zo smaken met een kop koffie. Heerlijke ontbijt. Goed, volgende stap is ik ga bakken. Ik heb de mix een half uurtje laten staan. Hoeft niet, je kan ook meteen bakken. Maar ik moest even alles klaarzetten. Dus ik heb het afgedekt. En nu ga ik bakken. Ik heb een pan. Antibaklaag. Ik heb een ietsjes grotere koekenpan gepakt. Zodat ik ongeveer 3 erin kan bakken. Je mag grote pannenkoeken maken. Middel, klein, wat jij wilt. En ik heb een houten lepel. Ik ga hem even op hoge stand zetten. En dan ga ik bakken. Ik ben benieuwd. Bak ze tot ze goudbruin zijn, ongeveer 1 minuut bij de kanten. Hangt er vanaf hoe hoog je de kookplaat hebt staan. En voilà, zo ziet het eruit. Nou, mag, hoeft niet. Je mag ook een beetje verse kruiden toevoegen. Aan deze mix vind ik altijd lekker. Dit is platte selderij. Dus dat ga ik even doen. Maar dat hoeft niet. Mag. Goed, ik ga de verse kruiden in de mix doen. Even mengen zo. Ik ga een beetje olijfolie erin doen. Bakolijfolie. Ik heb helemaal geen olie in de pannenkoekendeeg gedaan. Pannenkoekenmix. Deze pannenkoekjes zijn glutenvrij, veganistisch en zitten heel veel goede vezels in. Dus echt een aanrader als tussendoor of ontbijt, wat je lekker vindt. Je mag garneren met sesamzaadjes, wat je wilt. Nou, ze zijn super mooi goudbruin. Heerlijk. Voilà, mijn pannenkoekjes zijn klaar. Wat zien ze er heerlijk uit. Knapperig van buiten. Zacht van binnen. Het hele huis ruikt naar appel, kaneel, banaan. Och, super lekker dit. Goed, ik ga proeven. Mijn huisgemaakte hummus. Beetje olijfolie. En dan ga ik genieten. Dit is zo lekker. Oh my god. Echt met hummus. Oh. Echt super lekker dit. Het is echt gelukt.
ga zo een kop koffie maken. En dan ga ik verder genieten. Nou, mocht je deze video een hele leuke video vinden, geef het een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie, kennissen, collega's, wie dan ook. Deel deze video. En ben je nog geen abonnee op mijn kanaal veganlounge.nl? Klik hieronder op het rode knopje. Klik daarnaast op het belletje, want zodra ik weer een hele leuke video voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je een super, super mooie dag en tot de volgende video. Dag!